Hey, leuk dat je kijkt naar dit filmpje. Ik ga je vandaag laten zien hoe je deze kerstkaart maakt. En je kan hem open doen en ik heb er dan voor gekozen om een tag te maken met de tekst. Maar je kunt natuurlijk ook zelf de tekst opplakken of net hoe je het wil. Deze kaart, het leuke ervan is dat hij ook heel leuk staat, dus je kan hem ook neerzetten. En tijdens het versturen doe ik er meestal een touwtje omheen, zodat hij mooi dicht blijft. De basis van deze kaart ga ik je nu even uitleggen. Ik heb alvast neergelegd een A4'tje. En een A4'tje is net geen 30 centimeter, ik geloof 29,7 centimeter. Dus we houden hier net geen 5 centimeter over, maar dat is geen probleem. Dan moet je alleen rekening mee houden met het tekenen van je kerstboom. Want dit moet je dus straks hier gaan tekenen en deze moet je hier gaan tekenen. Wat ik zelf altijd doe als ik geen voorbeeldje heb, dan kun je heel makkelijk zo'n kerstboom zelf tekenen natuurlijk. Dan vouw je eventjes een A4'tje dubbel en dan teken je één kant af aan de gevouwen lijn. Als je hem dan openvouwt heb je de hele kerstboom, dan hoef je maar één kant te tekenen. Ik heb er straks een handigheidje voor, maar dat ga ik je zo meteen laten zien. Terug naar het A4'tje. We gaan het A4'tje aftekenen. Dus ik heb even een liniaal en een potlood nodig. Want de kaart wordt 15 centimeter hoog. Dus ik ga hem even omdraaien, dat ik de verkeerde kant boven heb. En dan ga ik eventjes meten. 15 centimeter. En dan teken ik die kaart straks eventjes uit. Zo, dus dit is de hoogte, 15 centimeter. Dan gaan we de onderkant en de bovenkant verdelen in vlakjes, want dat worden straks je vouwlijnen. Want je ziet dat deze kaart aan alle kanten gevouwen wordt. Dus we gaan die rillijnen gaan we eventjes aftekenen. En dat doen we als volgt. Het eerste stipje zet je op 5 centimeter. De tweede sorry, op 10. Dan ga je naar 20. En dan naar 25. Ik doe dat aan de andere kant ook eventjes. Zodat ik hem straks mooi eventjes in kan tekenen, die lijn. 5, 10, 20 en 25. En dan pak ik weer eventjes mijn liniaal erbij. En dan teken ik hier eventjes de stippenlijntjes. Dit is altijd even een werkje. Moet je altijd even goed de tijd voor nemen. Want je wil wel dat je model uiteindelijk klopt. Zo. En dan deze nog. Oh, ik ben hier een paar streepjes vergeten. Nee. Jullie snappen de bedoeling. Dus ik heb hier een rillijn, hier eentje, hier een en hier een. En dan ga ik nu eventjes mijn kaart uitsnijden en rillen. Ik heb daar zo'n apparaatje voor, maar je kan natuurlijk prima je schaar gebruiken als je dat niet hebt. En een liniaal om een vouwlijn te maken. Zo, die kan aan de kant. Die even terug. En dat is 1.
Zo. Nou, die kan ik zo meteen makkelijk omvouwen doordat ik daar nu vouwlijntjes in heb gemaakt. Dan ga ik nu over naar het tekenen van de kerstboom. Nou, dat kun je natuurlijk heel makkelijk uit je hoofd doen. En dat is prima te doen. Wat ik al zei, hè, je maakt een, je vouwt een A4'tje dubbel. En dan kun je hem tekenen. Voor het knippen van het boompje, wat we zo meteen hier gaan doen, tekenen en knippen, heb ik een handigheidje. En dat is dit Dutch Doobadoo stencil. Daar zitten twee formaten kerstboompjes in. En die kleinste, die kan ik precies hiervoor gebruiken. Heb je dat niet, dan hoef je dat natuurlijk niet voor deze kaart speciaal aan te schaffen. Dan moet je het alleen zelf eventjes tekenen. Nou, ik kan er nu in ieder geval hier gebruik van maken. En dat is natuurlijk super makkelijk. Even goed neerleggen. Dan kan ik dat zo meteen gaan uitknippen. Zo, dat is de ene kant. Zie je het? En dat doe ik hier ook. Een beetje in het midden leggen weer. Zo, nu heb ik aan weerskanten de kerstbomen getekend, zodat ik die nu uit kan knippen. En dat zal ik nu even doen, maar daar zal ik jullie niet mee lastigvallen. Dus dat doe ik even buiten de camera op. Nou, ik heb hem nu eventjes uitgeknipt zoals je ziet. Dus dan zien we mooi die kerstbomen. Dan ga ik nu eventjes mijn lijntjes allemaal even wegvergummen. Dat hoeven we straks niet meer te zien. En dan kunnen we de kaart gaan vouwen. Zo. Zo. Nou, dit is hem dan geworden. Dan gaan we nu vouwen zoals je moet vouwen. De boompjes vouw je eigenlijk naar de goede kant van je kaart toe. Dat komt er eigenlijk zo uit te zien. He, want die komen straks zo. Dit vouw je naar binnen. En deze kant vouw je ook naar binnen. En dan is dit je kaart. Nou, dan kun je natuurlijk designpapier nog op gaan plakken. Ik heb dat eventjes voor het gemak alvast klaargelegd. ik doe altijd voor designpapier een halve centimeter minder als wat de kaart zeg maar is. Dus het middenstuk, dat was 10 bij 15. Dus ik heb een middenstukje uitgeknipt op designpapier van 9,5 bij 14,5. Dus die kan daar zo mooi in het midden. Hier hadden we 5 bij 15,5. Of bij 15 moet ik zeggen. 5 centimeter bij 15. Dus dat is 4,5 bij 14,5 geworden. En ook aan deze kant. Nou, het voordeel van zo'n stencil wat ik nu gebruikt heb voor die kerstboom, is dat je de binnenste lijn kunt gebruiken voor het designpapier. Dus dat heb ik nu ook gedaan. En die heb ik alvast geknipt. En die ga ik zo meteen door de helft doen, zodat ik op elke kerstboomhelft een designpapiertje kan plakken. Dus dat zal ik meteen eventjes doen. Een naaldje erbij. Dan moet ik even het midden hebben. Dan heb ik eventjes een stipje gezet, zodat ik dat makkelijk kan aftekenen. Pak ik even mijn schaar erbij. En dan
knip ik deze door de helft. Je kunt dit natuurlijk ook gewoon weer zelf tekenen. En je kunt er ook voor kiezen om geen designpapier te gebruiken op het boompje. En gewoon het boompje zo te laten. Dat kan natuurlijk ook. En dan kun je hem nog met van alles versieren. Maar dat is net wat je zelf leuk vindt. Kijk, ik ga dit eventjes vastplakken. Eventjes mijn lijm erbij. Zo. En als je natuurlijk veel designpapier plakt, dan wordt je kaart natuurlijk wat zwaarder. Dus dan moet je echt eventjes goed opletten hoeveel postzegels je gebruikt om te versturen. Meestal moet je dan echt wel een dubbele aantal postzegels gebruiken. Zo. En het is wel een leuk kaartje om te maken. En het is ook leuk dat mensen het dan neer kunnen zetten. Zo. Nou, de binnenkant is nu geplakt. Dan ga ik hier en hier ga ik ook nog een designpapiertje plakken. En dat is dus weer 14,5 bij 4,5. Net als de binnenkant. Mijn lijm begint ook bijna op te raken. Zo. En deze komt dan nog hier. Nou, je kunt ervoor kiezen om je tekst te stempelen. Je kunt het, zoals ik in het voorbeeldkaartje heb gedaan, een tag van maken. Ja, je kunt eigenlijk van alles doen. Maar dit is hem zoals hij klaar is. Dan ga ik hem eventjes goed de boom omvouwen. Dat is hem. En ik zei het al bij mijn voorbeeldje. Heb ik een touwtje gebruikt. Zodat hij tijdens het versturen mooi dicht blijft zitten. En heb ik die randjes nog met distressoxide gedaan. Dat kan natuurlijk ook. En dan vouw je hem zo open. En dan heb ik hier door middel van een tag de tekst erop gezet. En de achterkant is dan nog voor je om te beschrijven. Nou ja, dus dit zijn de kaarten geworden. Ik hoop dat je wat aan dit filmpje had. Heb je vragen, stel ze dan gerust. In onze Facebookgroep Creative Card Junkies heb ik ook nog een fotoreportage gezet van deze kaart. Dus daar kun je ook nog eventjes naar kijken als je lid wordt van die groep.
Nou, in ieder geval, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer.